Welcome, dames en heren. Dus is de full moon voor de lucht mensen. Dus as you can see, daar is heel veel dat gaat gebeuren. Nou, ik kan even bekijken de algemene energies, dan ga ik even bekijken wat komt op voor de zon sign en de moon sign. Dus als je bent een waterman, weeskal of tweeling, this is the full moon lezing voor jullie. Nou, in algemeen, ik zie some sort of, je hebt geen, verdriet over een situatie. Je bent blij dat de situatie is nou tot een eind gekomen. Ik zie dat some sort of an issue that jullie have met your partner, some sort of a brief come in, and you have optical coma, some sort of a foresight and deceptiveness that was at spell. It couldn't in your relatie of mensen of the work floors, maar the variety is now boven water. And mensen have gezien the how bepaalde situatie is gespeeld in your leven. En de laatste week van november heb mee te maken met de energie van de liefde. Dus jullie mannen, dat is in een relatie met een Ramli of een boodschappenpersoon, of een jong visgrave of scorpio energy person, see some sort of a deceptive play that is displayed and is in a corporation institution. Now, as we gaan even verder, we kijken de eerste week van december. Eerste week van december, sommige van jullie krijgen some sort of a brief binnen. Dus sommige van jullie is open en je krijgt some sort of a brief binnen in de eerste week van december. Tweede week van december, jullie man krijgt some sort of a promotion and you overcome some sort of a issue and situatie that was created door onder sommige van jullie mannen zijn out of the moeilijkheden. Dus vanaf daar. Dames en heren, we gaan even verder. Mensen dat is geboren, 6 uur ochtends tot 6 uur avonds. We gaan even bekijken wat gebeurt. Zo, wat is hier en wat speelt is dat sommige van jullie heeft een issue with a visgrave of Scorpio, dat je man of vrouw. Ik ken een family lid of ik ken dat je bent in een relatie met deze persoon of ik ken dat het is een vrienden. Maar whatever the issue in the situation is that your hope and loslating from this person, okay? Misschien ben je zwanger of misschien heb je een kind for this person, maar some sort of issue and problem and situation, you had to hope for some sort of a end to come met some sort of a problem met this person and create some sort of a problem for you. And you will a new start and you will aim to come with this relatie. And as you have seen, you see how powerful it is on the energies is so corrupted that it let you alter this situation of this relatie. But it is so it says you have a problem with this person that this person have created a heavy problem and issue for you. And you will yourself loslaten from this person and a new start. Krijgen en dat gaat je lukken. In de tweede week, je hebt mee te maken, jullie mannen of misschien sommige van jullie is in een relatie met een Ramli of boodschappenpersoon. En wat ik zie is dat some sort of a genezing. Sommige van jullie, een ex-lover, komt terug. Sommige van jullie mannen misschien realiseren dat je heeft. Of je bent ontrekkelijk met hetzelfde seks, dat kan ook. Sommige van jullie man gaat realiseren dat je moet nou uit de closet komen omdat je bent ontrekkelijk voor hetzelfde seks. Dus ja, deze dingen komen op bij de full moon dat je moet even jezelf bekijk jezelf en realiseer dus. Dus ik zie dat sommige van jullie man komen uit de closet. In deze full moon. En dat is best wel goed. Omdat je ziet jezelf niet op de spel te zetten. Maar je accepteert wie je bent. En dat is een positive alignment of energy. Sommige van jullie, je kinderen komen thuis om even steun aan jou te geven. Of een kind. Weet je, laat je even weten dat ze aan je denken. En dat soort van dingen. Some sort of news come in. En ik zie dat sommige van jullie... word verliefd op een jonge person. Wees voorzichtig. Tien jaar is genoeg. Meer dan tien jaar is niet genoeg. Oké?
De eerste week in december, ik zie dat sommige van jullie krijgen de zorgen tussen u en je baas is over. De zorgen tussen u en je vader is over. De zorgen tussen u en de zakenman is over. Ik zie de logens en de deceptiveness van deze zakenman. Mensen beginnen om te zien. En whatever zorgen dat je hebt met de steermaker of steenbokman. This is now over. Omdat mensen is van de op de hoogte wie deze persoon is en wat is gebeurd. Then in de tweede week van december, ik zie transition. Transition kom. De tweede week van december, ik zie een eind kom voor deze man. Now, a new start kom op voor jullie lukt mensen, omdat jullie lukt mensen. Some sort of a situatie met een steermaker of steenbok man. En man, en de jonge versie is een vrouw of een man tussen de leeftijd van 18 en 45, there is some sort of a legal issue. Miskin, this is your lover, of Miskin, this was an advocate for you. Die kom after the lukens and deceptiveness from deze younger person is a steermark of steenbok person. This is a transition come up, and here is transition come up, and a new offer is here for jullie zon sign mensen. Dus is een collectieve full moon voor jullie werk met de energy. We gaan even verder met de energy voor de moon mensen. En dat is de mensen dat is geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Nou, good news come on the logens and deceptiveness van de zakenman is now out. Deze zakenman is een steer zakenman. Ze hebben gezien wat deze steer zakenman heeft gedaan. Dus jullie komt uit omdat ze komt achter de logens en deceptiveness van deze man. En hoe deze man doet zaken met oneerlijkheid. En de waarheid is nu boven water. En jullie zijn victoriously uitkomen omdat jullie vertellen de waarheid over deze stierman. En hoe hij zaken in elkaar. Misschien is je boss en je besloten... In november en eind, je gaat op een nieuwe, je bent op zoek naar een nieuwe baan en je hebt een nieuwe baan gekregen. Je breekt de laatste week van november even gaan geven aan deze persoon in de organisatie dat je gaat even weg. Now, sommige van jullie, je realiseert dat deze vrouw in de organisatie is zeer deceptive. Dat deze vrouw, ik ken een headhunter of that sort of a situatie. Je komt achter dat deze headhunter have je informatie gekopieerd en have een organisatie gegeven. En de waarheid is nou boven water gekomen. Waar organisatie, institutie heeft gezien de logens en deceptiveness van deze fire sign person. En hoe deze fire sign person heeft je informatie verspreider. On the mensen that this headhunter is degene dat heb je informatie gekopie en gegeven. Dus some sort of a situatie come up en de zorg is now over omdat ze hebben achtergekomen dat deze family of boodschappen person in a corporation institution heeft wel de informatie aan sommige van jullie gegeven of jullie informatie verkocht. Dus je kan een headhunter that have jullie informatie verkocht en a corporation have now gezien dat dit is degene dat have jullie informatie gefalsificeerd en gekocht. Sommige van jullie geven de notice in dat per 1 januari ben je daar niet meer in de laatste week van november. Now, ik zie some sort of a news komt in voor sommige van jullie van een ex-liefde. Deze ex-liefde, ik zie, wil een connectie met jou. Dames en heren, als het een ex is, een ex, oké? Okay? Deze persoon is een ramly of een boodschotte persoon. En ze geliefde, een ramly of een boodschotte persoon, ze geliefde. En ik zie de logens en deceptiveness van deze persoon. En ik zie dat jullie moeten blijven weg van deze persoon, omdat deze persoon komt terug in je leven, maar niet voor de juiste reden. Mensen, als je eind een relatie op, het is voor een eind. Het is geen tweelingvlam of zo. Dit is een comedus, oké? This person, ik zie dat this person stuurt een bericht aan jullie en
hoop even bij jullie te komen. Nee, nee, is een ex. Maakt niet uit hoe eenzaam je voelde. Nee, is een ex. Ga even een boek lezen. Deze person is een Romley of a boodschap person. En nee. Maakt niet uit wat is de music dat ze speelt. Nee, niet doen. Let it go. Okay? Anders it is niet zo goed. Want a tall moment komt voor deze person. Deze person is in some sort of a probleem. En daarom deze person zing zichzelf terug in je leven. Nee, nee, nee. Nee, maakt niet uit wat deze person brengt. Is goed. Bedankt. En ja, ik spreek je wel. Doei. Niet doen, dames en heren. Mensen gaan even realiseren hoe deceptive en hoe een deceptive spelletje was gecreëerd. En mensen gaan echt zien wat is hier gebeurd. En dames en heren, als is een ex, is een ex, oké? Als het is een ex, is een ex. Dat betekent, het is niet in de eerste keer goed verlopen. Laat het even zo. Oké, omdat deze persoon is niet de juiste persoon voor jou. Een ex is een ex. Laat het, oké? Ik moet gaan. Namaste. Thumbs up. Laat me even weten hoe het ging voor jullie. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Ik spreek jullie volgende keer. Namaste.